Ja, vrienden. Ja, daar zit ik dan. Ja. Ik heb hem gehad. Ja, ik doe even deze naar beneden hoor. Ik heb hem gehad. De toespraak. De halfjaarlijkse toespraak. Ja, elke man weet het wel. Iedereen die man is, die kent. Kijk, ze zit daar. Zie je, ze zitten daar? Ze zit stoom af te blazen. Ja. Het was weer volop bingo. Ja, want elk half jaar dan ga je hem krijgen. Ja, de toespraak. Kijk, daar zit ze hoor. Ja, en dan gaan we nog de keer ook. En een lawaai en een gedoe. En het gaat altijd over hetzelfde. Ja, hij is eigenlijk een beetje laat voor dit jaar. Want ik had hem eigenlijk een beetje zo augustus, september verwacht. Maar nu kwam hij hoor. Kijk, daar zit ze hoor. Ja. Oh god. De halfjaarlijkse toespraak. Ja, en die gaat altijd over hetzelfde. Ja, want het is altijd, kijk. Het gaat altijd over. En jij doet niks thuis. En jij laat alles maar uit je vingers vallen. En je hebt de. Je laat je kleren overal slingeren. En doe het allemaal weer op. En je stapt overal overheen. De vaatwasser. Dat laat je ook gewoon zomaar. Ja, die ruim je ook nooit uit. De chaos die je achterlaat altijd in de keuken. Ja, dat zegt ze dan. Ja, dat soort dingen. Ja, en je loopt zo. Je stapt zomaar 's morgens je bed uit. En je denkt, oh, dat bed wordt wel weer opgemaakt. Oh ja, en wie doet dat dan? Wie doet dat dan? En jullie denken, en jij ook. Jij denkt altijd, dat doen de kaboutertjes wel. De kaboutertjes maken het bed wel op. De kaboutertjes ruimen de boel wel op. Overal in jouw leven en in het leven van mannen, daar zijn alleen maar kaboutertjes. Nou, die bestaan niet. Ja, bij Rien Poortvliet. Ja, maar jij bent Rien Poortvliet niet. Dus, er zijn geen kaboutertjes. Ja. Dat zegt ze allemaal tegen mij. En ze gaat dan maar tekeer. En ik krijg me daar een lawine van verwijten. En noem het allemaal maar op. Tja, dat houdt gewoon niet op. Ga maar door. En jongens, en als zo'n toespraak begint over wat je allemaal niet doet in huis. En dat je dingen laat slingeren. En dat je dingen niet oppakt. En noem het allemaal maar op. En dan heb ik gewoon... Kijk, je zit daar. Ze zit nog steeds stoom af te blazen hoor. Want die was woedend weer. En zo'n toespraak die duurt ongeveer 20 minuten, 25 minuten. En dan heb ik één tip voor je. Ja. Wat je moet doen. Koppen dicht. Niks zeggen. Laten gaan. Gewoon. Ja, af en toe ja zeggen. Ja hoor, je hebt gelijk. Ja, je hebt gelijk. Tuurlijk. Nee, dat is ook zo. Wat je zegt is ook... gewoon alleen maar dat. Jawel. Nee, ik weet het. Ik weet dat ik daar niet zo goed in ben. Het, alleen maar dat zeggen. En verder gewoon kop dicht. Want je wint het toch niet. En dan zit je het gewoon uit... Gewoon een minuut of 25, een half uur. En je denkt alleen maar bij jezelf. Over een half jaar krijg ik hem weer, die toespraak. Ja.